Mijn naam is Evelyn van Engelen en ik doe de opleiding Verzorging IG. Na de oproep van Hugo Borst zijn wij gemotiveerd om meer jongeren bij de ouderenzorg in te werken. Wat ik leuk vind aan de ouderenzorg is de dankbaarheid. Je biedt ze zorg waar ze het nodig hebben en misschien kennen ze je naam niet meer, maar als je binnenkomt lopen en je ziet de lach op zijn gezicht, is heel je dag weer goed. We zijn ook bij een mantelzorg thuis zelf geweest. We hebben een paar vragen aan haar gesteld hoe zij het vond om mantelzorger te zijn. Dus, ben jij bereid om binnenkort een kant te kiezen voor de opleiding? Denk dan goed na over de ouderenzorg. Want het is ik echt ben wel. Martens en ik ben 17 jaar oud en ik doe de opleiding Verzorging IG, het Koning Willem I College in Den Bosch. En wij zoeken mensen voor in de zorg. Ik werk in de zorg omdat ik het heel leuk vind om ouderen te helpen en iets voor ze te doen. En ook in hun laatste levensfase mee te helpen. En wij hopen dat er meer mensen ook dat komen doen. Zodat we meer collega's kunnen hebben om deze ouderen toch nog een goed leven te hebben. Ik werk nu 3 jaar als helpende bij Huis Elisabeth in Vught. Ik ben nu aan het studeren voor verzorgende IG'ers. Wij willen meer mensen langs het bed. De zorg bestaat niet alleen uit wassen, verzorgen van mensen, maar ook begeleiden zoals spelletjes. En wij willen eigenlijk jullie motiveren om in de zorg te werken, want het is niet alleen. Hallo, mijn naam is Werkmans. Ik studeer aan de opleiding Verzorging IG Maatschappelijke Zorg. Ja, ik vind het heel leuk, of ja, ik werk in de zorg omdat ik heel graag mensen wil helpen. En ja, het is altijd fijn dat er nieuwe collega's komen. Dus als je nou ook echt een hart voor mensen hebt en je vindt het fijn om mensen te helpen, kies dan voor de zorg. Goeiedag mevrouw. Goeiedag. Hoi, ik ben Evelyn. Oma van Zomba en ik. Oh, en ik kom u een paar vraagjes stellen. Ja, prima. Ja, want ik heb gehoord dat u mantelzorger was. Ja, vroeger bij mijn zuster. Was u voor de zuster mantelzorg? Ja, zo ging ik altijd helpen. Met jou ook, sorry. En wat deed u dan altijd? Nou, koffie zetten, verder aan de motorruimte maken. En een eindje midden gaan wandelen. En deed u ook lichamelijke zorg? Nee. Dat niet helemaal? Nee, daar is al hulp voor. Die kreeg iedere dag voor toe. Oké, en wat vond u daarvan? Nou, helpen. Wij hebben altijd samen geleefd vroeger. Wat vind jij zo fijn om te werken in de zorg? In de zorg? Het fijnste aan het werken in de zorg is heel cliché, maar dat je met mensen werkt. Dat is waarom ik het doe. Als je bent niet bezig met iets, maar je bent echt bezig met mensen. En met mensen zorgen. En mensen zorgen dat ze een goed leven, dat ze goed kunnen leven. Dat vind ik het fijn aan de zorg. Oké. En hoe lang werk jij al in de zorg? Ik werk nu een half jaar, 3/4 jaar in de zorg. En ik heb daarvoor 2 jaar stage. 2 jaar stage. Oké. Wat zou je aanraden aan mensen waarom ze juist voor de zorg moeten kiezen om te werken? Het is divers. Je gaat om met mensen. Er is altijd groei. Er zijn altijd dingetjes aan de gang. Je hebt niet echt de mogelijkheid om vast te groeien als je interesse hebt. En je vindt iets interessants, dan is er altijd wel een manier om daar naartoe te gaan. Dus altijd, je hoeft niet stil te staan in de zorg. Het is nooit, elke dag is nooit precies hetzelfde. Nee. En, ja, dat is heel fijn. Als je dat zoekt, is het echt heel fijn. Ja, en flexibel, denk ik, hè? En heel flexibel, ja. Dat is ook fijn, soms. Even kijken, heb ik nog een vraagje? Wat is dit voor soort instelling? Ja. Nee, dit is... officieel korte termijn opvang. Mm-hmm. Dus hier komen mensen die in een thuissituatie niet meer met hun ziektebeeld, meestal dementie, je hebt Alzheimer dementie en verschillende varianten daaronder, maar ook bijvoorbeeld Korsakoff, dus als het gaat om de NH's, die worden dan hier opgevangen thuis niet meer gaat, soms met een dwang, artikel 60, door de rechtelijke macht. En die worden dan hier opgevangen totdat er in een andere zorginstelling, waar langdurige zorg gegeven kan worden, een ruimte is om ze daar naartoe te sturen, op te vangen. Okay. En dat is de taak van deze afdeling. Oké. Okay. Ja. Het is zeg maar ook heel wisselend.
toch? Ja. De een komt hier en die is er een week en de ander die zit hier ja, echt een al een jaar. We hebben wel iemand die, ik werk hier dus 7 maanden geloof ik toen ongeveer. En we hebben dus nog steeds een inwoner die ook al er was toen ik kwam. Oh, dat is wel mooi. Maar daar tegenover hebben we dus ook wel eens iemand gehad die binnenkwam, die heb ik 1 keer gezien. En toen was ik 2 dagen vrij, toen was hij alweer weg. Dus het is het heel erg. En zou je liever op een soort van crisis van dit willen werken? Of op echt een vaste woonkamer ook echt, echt mensen blijven? Ik zou graag hier willen werken, omdat hier krijg ik. Hier is het divers. Hier zijn altijd uitdagingen. Mm-hmm. En als je op een vaste woonkamer zou werken, dan ken je de inwoners en dan ken je de ziektebeelden en wat er nodig is. Maar dat kan soms maanden, misschien soms zelfs een jaar niet veranderen. Dat zou ik me graag vervelen. Ja, okay. En het leuke van dit is dat je hebt de ene dag iemand met heel kort termijn geheugen die nog prima alles zelf kan. En de andere is er een dag die helemaal niks kan, maar gewoon hulp nodig heeft, maar daar heel erg alert in is. Mm-hmm. Dus omdat er wisseling is, wordt het leuker en is het interessanter dan vast. Okay. Ja, en dat is eigenlijk voor elke taak hier. Net als iedereen ook zijn eigen taken, zijn hier ook een zelfsturend team. Binnenkort helemaal. Ja. Ja, we zijn er aan het solliciteren om helemaal zelfsturend te worden. Wat je merkt is dat vaak, dus nu ook, in dit soort teams gaan kijken van iemand is heel erg bezig met keuken. Dus die zal vaak kijken of de boodschappen kloppen. Iemand is heel erg bezig met het wat is het overzicht. Dus die doet de communicatie of de intake of de wegsturen. Noem maar ook weer, sorry. Ja, intake en. Zo stom. Autozorg melden. Ja, gewoon afmelden. Ja, okay. En de andere die wil graag dingen leuk aankleden en het gezellig houden, dus die is heel erg bezig met de omgeving. De andere wil heel erg bezig met wat kan iemand, welke activiteiten kunnen ze doen. En die zorgt dat. Dus dan probeer je elkaar aan te vullen, zodat je als team ook de algemene zorg buiten de zorg kan geven. En dat de afdeling ook loopt. Oké, okay, ja. Jij nog een vraag? Nee. Het is sowieso wel belangrijk om als team dat hier is, dat iedereen gelijk is. Kijk, je hebt ook verpleegkundigen, je hebt helpende, je hebt niveau 1. Zorgende. Ja, maar het is niet zo van, ik ben verpleegkundige en ik ben meer als jou. Het is hier wel, iedereen is hetzelfde. Ja. Dus, ja. Dat is, en dat werkt heel fijn. Ik ben ook niveau 2, zorgende, maar het is niet dat ik me onder de rest voel. Nee, dat het loopt heel erg. Wel de hogere niveaus zijn vaak bezig met echt het regelen van de zorg, van de zorgplannen en van de alles wat erbij komt krijgen op papier. En ik ben daarom wat vaker lekker in de woonkamer de kleine dingetjes aan het doen. En zo vul je elkaar aan. En voor bewoners merk je ook dat ze daar heel rustig door worden. Ja. Nog meer vragen? Nee. Dat was hem eigenlijk wel, denk ik. Ja. Dankjewel voor de informatie. Dag. Oké. Ja. Nou, je hebt dus sinds een half jaar geleden ben je gestopt bij de ouderenzorg. Nou, ben je docent gaan worden. Hoe heb jij de zorg eigenlijk ervaren toen jij nog wel in de ouderenzorg hebt gewerkt? Ik vond het heel leuk. Ik vind ouderen, door de ervaring die ze hebben, zeg maar, dat ze er eigenlijk al een heel leven op hebben zitten. Heb ik altijd heel interessant gevonden, levensverhalen van mensen. Maar soms ook wel lastig, hè, want je hebt er ook vaak familie bij die van alles en nog wat vindt en wil. En dat ik toch altijd geprobeerd heb om ook voor die ouderen op te komen. Als mensen soms toch wel iets anders wilden dan familie. Ja. Ja. Oké, dus een beetje voor de zorgvragen denken ook. Ja, ook een beetje voor de zorgvragen, maar ook wel, hè, want je ziet ook bij families dat je denkt,
ruzies binnen families en denk ja, weet je, die ouderen is toch gewoon belangrijk en dat het gewoon belangrijk is dat alles toch... Ja, en een oplossing zoeken hoe het dan... Ja. Oké. Okay. Ja. Maar ik heb ook wel eens ouderen meegemaakt dat ik echt dacht van, oh, help. Ja. Ja. Die gewoon 's morgens vroeg al begon te roepen van, ik wil niet meer en ik heb geen zin meer. En dat ik dacht, ja, hallo. Ja. En nu? Een beetje moeilijk. Gaan we het nog een beetje leuk maken met elkaar. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, en je hebt in de kleinschalig wonen gewerkt of zelfstandig? Eerst nog in een oud, zeg maar echt een oud verzorgingshuis. Dus dat was echt nog met een keuken die zelf kookte. En daarna zijn we verhuisd naar een... woonde iedereen op een eigen appartement. En zaten wij er als team, als een soort thuiszorg plus team. 24 uur bemand beneden in de hoek. En konden ze bellen, zeg maar, als ze hulp nodig hadden. En dus de rest van de mensen die niet meer voor zichzelf kon zorgen, die dementerend zijn, die zijn naar kleinschalig wonen gegaan. Oké, okay, dus dat was wel een hele verandering dan? Dat was wel een hele verandering, ja. Ja. Oké. Ja. Ja. En wat zou jij de mensen aanraden, de jongeren, om te stimuleren de ouderenzorg in te gaan? Omdat je echt wel een heleboel verschillende dingen kan zien. Je ziet heel veel ziektebeelden en dat maakt het heel interessant, maar ik vind het ook gewoon, ja, het is echt een leuke groep. Alleen je moet daar echt wel even je best voor gaan doen om daar contact mee te maken. Want sommige mensen zijn daar gewoon niet zo makkelijk in. En die denken, oh, dat is weer een stagiaire of dat is weer een giebelkont. Dat is de zoveelste, daar heb ik gewoon geen zin in vandaag. Nee. Nee. Oké, okay, je moet ook wel echt serieus, serieus ja. Het vak serieus nemen. Ja. Hoe val je in slaap? Hoe begint je dag? Open je je ogen met een traan of met een lach? En kijk je om je heen en zie je dan de zon? Of zoek je achter alles naar de schaduw op de grond? En leef je voor geluk? Of sterf je van verdriet? En voelt dat als een keuze? Of heb jij die keuze niet? Het maakt niet echt iets uit of dat de waarheid is of niet. Het is hoe jij het ziet. Het is maar hoe je kijkt, het is maar wat je...